Adilo, zo. Dit had niemand verwacht. Nee. Wij ook niet. Ik moet zeggen, als ik er persoonlijk over nadenk, ja, dan is het natuurlijk wel heel erg balen. Ik denk dat de laatste maanden eigenlijk onze vorm van het afgelopen seizoen een beetje heeft vertroebeld. Dat we heel goed speelden en dat we even dachten dat we misschien wel even zouden doen. En die vorm hebben we niet mee kunnen nemen in de play-offs. En dan zie je dat je eruit ligt. Ja, en Almere had je er eigenlijk al af moeten maken. Ja, we hebben meer dan genoeg kansen gehad, dat is duidelijk. De bal wou er niet in en op een gegeven moment krijg je hem heel knullig tegen. En dan ga je nog steeds op de aanval. En je hebt zoveel kansen volgens mij gehad voor het doel. En dan lijkt het op een gegeven moment alsof je tegen jezelf voetbalt. En dan is het echt zo'n dag waarop het niet mag gebeuren voor ons. Ja, en dan kom je met 1-0 achter en dan wordt het druk steeds groter. Ja, dat is inderdaad aan betaald voetbal. Hoe nu verder? Ja, dat weet ik niet. Daarvoor moet je niet bij mij zijn.